In het begin vind je dingen leuk en op een gegeven moment dan verliest dat je interesse. Op een gegeven moment ga je het met tegenzin doen of er naartoe of ermee om. Hoe komt dat? Ken je het woord verafschuwing, verafschuwen? Ken je dat? Het is eigenlijk een beetje een aversie krijgen tegen, een hekel hebben aan, ergens niet trots op zijn, tevreden mee zijn, niet mooi vinden of niet achterstaan. Dat is een beetje de betekenis van dat woord. En wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen, is verafschuwing in het dagelijks leven maakt iedereen wel eens mee. En eigenlijk moet je het zien, stel, je hebt een nieuwe baan. Dan ga je vol trots heen en op een gegeven moment denk je, de sleur komt erin. Hè? Dus elke keer loopt je werkgever te zeuren, ja, je moet wel zorgen dat je wat eerder bent. Of je kunt niet zo lang pauze houden. Of hier, je hebt nog even wat extra werk erbij, terwijl je net dacht dat je klaar was. En op een gegeven moment komt daar een soort sfeer, een soort trend, ontstaat daar een methode, een werkwijze, een situatie waarvan je denkt, ik vind dit niet meer zo leuk. En dan is de kwestie van volhouden. Maar wat weegt zwaarder? Is het werk op de termijn nog steeds leuk genoeg dat je denkt, oké, er zijn wat nadelen, maar de voordelen zijn nog altijd beter dan de nadelen? Of komt er een punt dat het kantelt en dat je denkt, ja, dat zijn nou toch wel heel veel dingen waar ik me aan erger, waar ik geen zin in heb of waar ik een beetje wat me tegenstaat, waar ik niet achter sta, waar ik niet blij mee ben. En ja, het werk zo leuk is het nou ook weer niet, dus misschien wil ik ander werk. Verafschuwing. Maar misschien heb je het ook op school. Je bent op school bezig en je denkt, oh leuk, ik heb zin in die opleiding en ik ga er aan beginnen. En het eerste jaar is het wel oké. En het tweede jaar denk je, nou nu gaat het dan gebeuren. En eigenlijk wordt het slechter en slechter en minder en minder. En dan moet je nog een jaar en dan denk je, nou waarom zit ik hier? En misschien moet je wel 4 jaar en dat je dan denkt, nou is dit alles? Als ik dit had geweten, had ik het nooit gedaan. Verafschuwing. Verafschuwen. Snap je? En dat zijn dingen die kom je in het dagelijks leven tegen. Maar waardoor komt dat nou? Nou, het komt omdat je ergens een bepaalde interesse in verliest. Maar weet je waardoor je het kunt oplossen? Want dat is nog veel belangrijker. Je kunt het oplossen door meer ervan te doen. Meer van hetgene waar je geen zin in hebt te gaan doen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld zegt, hey, dit werk vind ik niet meer leuk. Ga dan kijken hoe je in dat werk meer kunt gaan doen. En dit zal je misschien een beetje raar in de oren klinken. Dat je denkt, ja, maar als ik het dan niet leuk vind, waarom zou ik het dan meer gaan doen? Je gaat het meer doen omdat je de tijd hebt om erover na te denken dat je het niet leuk vindt. En luister eventjes naar me voordat je nu denkt van Timo, wat zwets je allemaal. Je moet het eigenlijk zo zien. Op het moment dat jij 1 buurman zou hebben, ja, en je praat elke dag met die buurman. En je gaat boodschappen doen met die buurman. En je eet 's avonds ook met die buurman. En je doet samen de tuin. En alles doe je eigenlijk samen met die buurman. Meer is er niet. Alleen die buurman. Dan komt er een moment dat je een hekel gaat krijgen aan het gedrag van je buurman. Hij moppert veel. Of hij komt vaak te laat. Of hij doet de boodschappen niet goed. Of hij doet moeilijk over geld. Of, snap je? Er komt een punt dat dat niet lekker werkt. En dan kun je 2 dingen doen. Of je kunt zeggen, hey, ik stop met die buurman. Ik hoef die buurman niet meer. Of je kunt meer tijd met die buurman gaan doorbrengen. En omdat je meer tijd met die buurman gaat doorbrengen, ga je misschien ergeren. Maar er komt ook een punt dat dat weer omslaat. Dat is eigenlijk de druppel die de emmer doet overlopen. En dan kan het 2 kanten op gaan. Of je komt erachter, oké, ik wil niet meer met jouw buren zijn. Maar ergens zit er toch iets. Het kan ook de andere kant op gaan. En dat is meestal de meest voor de hand liggende kant. Je komt allebei achter elkaars ergernissen. Die ga je uitspreken en nadat je ze hebt uitgesproken, kom je tot een redelijke oplossing voor allebei. En dat is interessant. Het is interessant op het moment dat jij ergens vol enthousiasme heen ging en op een gegeven moment merkt dat het niet meer zo lekker loopt, dat je ter sprake brengt bij de anderen waardoor dat komt. En dat die anderen dan ook kunnen zeggen, ja, maar dat komt omdat jij altijd te laat komt. Of dat komt omdat jij altijd op woensdag een halve dag werkt. Dus dan, snap je? Op een gegeven moment komt dan boven water waardoor het zo is gelopen.
En dat is eigenlijk heel simpel. Het zit hem in communicatie. De basis zit in communicatie. En op het moment dat je dit nou ervaart, hè, stel je hebt een bedrijf of je werkt bij een organisatie en je werkt veel met klanten. En je hebt het op een gegeven moment met bepaalde klanten. Dan kun je op een gegeven moment denken, oké, ja, ik ga die klant ga ik een beetje negeren en een beetje passeren en ik laat het een beetje liggen. Maar dan blijft het altijd aan je knagen. En je moet dus juist zorgen dat op het moment dat je merkt dat je je ergens aan ergert, dat het niet lekker loopt, dat het niet lekker gaat, dat je niet een stap terug doet en denkt, oké, relaxed, hier ga ik niet meer aan de slag. Maar dan moet je eigenlijk een stap vooruit doen. En dat je zegt, oké, kom maar, ik ga hier vol in. Ik ga er vol in mee, ik ga dit met de volle 100% doen om te zorgen dat ik boven water krijg waar het misgaat, waar het fout gaat, waardoor het niet meer lekker loopt. En het lijkt heel krom, hè? Het lijkt heel erg van, ja maar oké, maar als je iets niet leuk vindt, dan moet je het toch niet gaan opzoeken? Eigenlijk wel. Stel, je hebt een eigen bedrijf, hè? Ik ga eventjes terug op het eigen bedrijf of je werkt bij een organisatie. En je hebt op een gegeven moment die klant waar je niet zoveel plezier mee hebt. Of waar je denkt, ja, dat is niet zo leuk. Of een leverancier. En elke keer denk je, ja, goh, heb je die eikel weer. Of oh, ze gaan weer zeuren over geld. Of de factuur wordt weer niet betaald. Of dat. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je denken, nou weet je wat, dat is gewoon een zeurderige klant en laat maar zitten. Er zijn ook nog leuke klanten. Of je kunt meer tijd gaan doorbrengen met die leverancier of met die klant. Om te gaan kijken waardoor het komt. Dus als die persoon altijd slecht betaalt, ga je er eens gewoon een keer heen. Hey, goeiedag, kom even koffie drinken. Waarom dan? Nou, gewoon, denk, ik ben in de buurt, kom even koffie drinken. Gezellig, jullie zijn een klant van ons. Kom even koffie drinken. Zie je wat daar gebeurt? Daar gebeurt iets waardoor mensen denken, wat kom je doen? Omdat ze een bepaald gedrag al vertonen. Dus op het moment dat jij daar vaker naartoe gaat, op het moment dat jij vaker je gezicht laat zien, komt er op een gegeven moment ook een moment dat dingen te sprake gaan komen. En dat kun je forceren door het gewoon aan te kaarten. Hè, door meteen te zeggen, hey joh, ik wil het toch eens eventjes hebben over die rekeningen die je altijd te laat betaalt. Waardoor komt dat? Of je kunt gewoon net zo lang daar koffie gaan drinken. Tot iemand op een gegeven moment het uit zichzelf gaat vertellen. Hey, trouwens even over jullie bedrijf. Ik vind het allemaal leuk, maar jullie leveren altijd te weinig producten. En jullie verwachten wel dat ik op tijd betaal. Probleem boven tafel. Snap je? Op het moment dat dingen nou niet gaan zoals ze horen te gaan, ga meer energie erin steken. Meer tijd erin steken. Misschien heb je het wel een persoonlijke relatie met een vriend of vriendin, of met je eigen relatie, je liefdesrelatie om het even zo te noemen. Dat je merkt, hey, dit loopt niet helemaal lekker. Het loopt niet helemaal soepel. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, oh, we geven elkaar even de tijd en de ruimte, want we moeten even onze gedachten op een rijtje zetten en dan komen we daarna hopelijk weer sterker uit. Of je gaat gewoon eventjes heel intensief met elkaar bijvoorbeeld een volle week op vakantie. En dan eens kijken wat eruit komt. En dan komt vaak boven water waar het in zit. Of je hebt totaal geen match, of je bent uit elkaar gegroeid, of je komt erachter dat er gewoon heel veel onbesproken dingen zijn die eens een keer besproken moeten worden om te zorgen dat je verder komt, om te zorgen dat je eruit komt. En dat is met alles zo. Dus op het moment dat je nou merkt in dingen, maakt niet uit. Je denkt, ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan. Ik heb geen zin om met die vrienden op stap te gaan. Ik heb geen zin om voor die klant te werken. Ga het niet uit de weg. Denk niet, oh, ik doe een stapje terug. Oh, ik zoek ze wel wat minder op. Ga die confrontatie aan. Het is niet leuk. Het is niet interessant voor je misschien. Het is misschien niet iets waar je het meeste zin in hebt op dit moment. Maar als het elke dag aan je knaagt, als het elke dag door je hoofd gaat, en misschien niet elke dag, maar om de dag, elke keer als je aan die persoon of aan dat type werk of aan die omgeving denkt en er gebeurt dit in je hoofd, dat je denkt, dat moment moet je aanpakken. Dat moment dat je denkt, dat moet je aanpakken. En niet denken, en ik ga maar door. Nee, ik ga twee stappen harder zetten en ik ga er iets mee doen. Want op het moment dat je het blijft negeren, blijf wegschuiven, blijf wegdrukken, elke keer denkt, laat maar, komt wel, heb geen zin in, dan zal je zien dat het vroeg of laat nog meer aan je gaat knagen. En nog vervelender wordt. En op een gegeven moment blijf je daarop fitten en blijf je erover klagen tegen andere mensen en blijf je er op een gegeven moment maar over nadenken. Maar dat lost niks op. Het enige dat zulke dingen oplost, is zorgen dat je er nog meer tijd en energie in steekt. Om te zorgen of het de ene kant opvalt,
Dat het dus eigenlijk eenmaal niks meer is. Of de andere kant opvalt en dat het wordt opgelost. Maar eigenlijk, welke kant het ook is, het wordt allebei opgelost. Die R in je hoofd, die wordt opgelost. En daar gaat het om. Het gaat erom dat je zo min mogelijk van die momenten hebt. Want als je continu, dag in, dag uit, overal waar je komt, overal waar je bent, van zulke dingen hebt. Oh, dan moet ik weer daarin naar mijn werk. Oh, dan moet ik weer naar die supermarkt met die vervelende mensen. Oh, dan moet ik weer naar mijn schoonouders toe. Oh, dan moet ik weer naar mijn familie toe. Als je met al die dingen hebt, dan is het toch geen leven. Dat is toch niet te doen. Dan ben je dag in, dag uit alleen maar aan het stressen, zorgen maken, aan het irriteren, frustreren. En waarom? Anderen hebben er geen last van, hè? Jij hebt er last van. Jij hebt er last van dat je ergert aan dingen. Jij hebt er last van dat er dingen niet gaan zoals je eigenlijk zou willen dat ze zouden gaan. Dan is het toch ook jouw taak, jouw verantwoording om het aan te pakken. En of dat nou privé is of zakelijk is, pak het aan. Pak het aan. Op een moment dat je eigenlijk denkt, ik doe een stapje terug, ik ga wat minder naar mensen toe, ik heb er geen zin in, ik heb er geen tijd voor en het staat me allemaal niet aan. Doe een stapje naar voren. Ga er vol in. Ga eens kijken hoe die anderen reageren. Want die anderen, die ander of die anderen, die hebben waarschijnlijk hetzelfde gevoel. Stel, jij bent iemand die slecht betaalt. Ik noem maar iets. Denk jij dan dat jouw leverancier denkt, ah, oh, dat zal allemaal wel? Of denk je dat jouw leverancier denkt, hey, betaalt dat wel slecht, hè? Wat zou er aan de hand zijn? Ja, het is toch wel opvallend dat die persoon slecht betaalt. Hoe zou dat toe komen? Ja, ja. Dat. Die persoon is ook niet helemaal achterlijk. Die weet ook wel wat er gebeurt. En vaak wordt het een beetje gedoogd. En vaak wordt het een beetje gedaan van, ja, het zal wel goed komen. Als het een keer echt uit de hand loopt, dan kaart het wel aan. Maar verder gebeurt er niet zoveel. Snap je? En als ze dat niet bewust zien, dan wordt het wel ergens in een systeem opgeslagen. Dat als ze een keer kijken, hey, hoe was je betaalgedrag afgelopen half jaar? Oh, no. Dat is wel, snap je? En op dat moment komt dan die constatering van, wacht eens even, betaal je al 6 maanden te laat elke keer? Dus linksom, rechtsom, wat er gebeurt, komt vroeg of laat toch uit. Zorg dat je het behandelt, zorg dat je het oppakt, zorg dat je er goed mee om leert gaan. Om te zorgen dat je er geen last meer van hebt. Snap je? Ik wens je heel veel succes mee. Als je vragen over zijn, laat het me gerust weten. Dan help ik je graag weer verder.